Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie meenemen in het proces wat ik doe als ik nieuwe materialen heb waar ik mee wil gaan werken. Dus heb ik nieuwe dingen waar ik nog nooit eerder mee heb gewerkt, dan wil ik die dingen helemaal gaan uittesten. Nou, dat proces, daar ga ik jullie vandaag eens in meenemen. Want het is voor mij een heel proces. En het is ook niet iets wat ik in één dag doe. Daar doe ik gewoon meerdere keren over. Dan leg ik het even weer weg. Dan pak ik het er weer bij. Maar ik doe daar dus verschillende dingen mee. Nou, dat wil ik vandaag eens verder gaan uitleggen. Als ik stempels inkleur. Iets wat ik heel leuk vind om te doen. Het is heel ontspannend voor mij. En ik maak heel af en toe nog kaartjes, niet veel, maar af en toe vind ik dat toch ontzettend leuk om te doen. Nou, dit is zo'n kaartje wat ik heb ingekleurd. Dit heb ik met de zigmarker gedaan. Een zigmarker is een aquamarker, een marker op waterbasis. Aquarelmarker. Je kunt ze ook bij de Action kopen, maar ik gebruik de zigmarker. Markers. Nou, dit zijn hele dure markers. En Tombow heeft ook hele goede aquamarkers. Studio Light heeft aquamarkers. Maar ik kleur eigenlijk al heel lang met de zigmarkers. Toen waren die andere markers er nog niet zo. En deze marker kost €2,95 per stuk. Dus je kunt nagaan, die markers van de Action, ja, daar mag je gewoon niet zoveel van verwachten ook. En het kleurt ook gewoon anders. Maar ik heb ze weggegeven. Ik heb ze wel gehad. Ik heb er ook een review over gemaakt. Kun je lezen in de rechterbovenhoek. Ook met de aquamarkers van Action kun je hele leuke dingen doen. En de zigmarkers, ik gebruik ze dus geregeld. En ik vind het ontzettend fijn om mee te werken. Nou, daar heb ik dus dit kaartje mee ingekleurd. Het is gewoon een stempelafdruk. Ingekleurd met mijn zigmarkers. Ik weet niet of het te zien is. Er zit een glanslaagje overheen. En dat doe ik ook wel vaker. En dat doe ik met een speciale stift. En hier zitten glittertjes in. Deze is clear verder, dus doorzichtig. En deze is van Spectrum Noir. En dit is de Sparkle Pen. Maar de Wink of Stella is eigenlijk net zoiets. En daar kun je gewoon hele leuke dingen mee doen. Dus die gebruik ik ook veel. Die schud je even voor gebruik. En dan ga je mee overheen. En dan krijg je, ja, je afbeelding krijgt gewoon een heel mooi, ja, subtiel glittertje. Het is niet dat het heel overheersend is, maar juist een heel subtiel glittertje. Nou, dat doe ik er dan over. En zo heb ik eigenlijk altijd mijn stempels ingekleurd. Maar ik werk ook veel met mixed media dingen. Ik vind dat ook heerlijk om te doen. En ik werk dus ook veel met Posca markers. En die gebruik ik eigenlijk overal voor. Ook op mijn gelplate, maar ook gewoon in art journals. Ik teken ermee. En ik vind het eigenlijk ontzettend fijn. Posca markers zijn acrylmarkers. Dus er zit verf in. En dat is ook watervast als het droog is. En is het nat, kun je het nog wat vervagen. Kun je heel veel leuke dingen mee doen. Nu zag ik dat Posca ook potloden heeft. En dat zijn de Uni Posca Pencils. En ik heb er hier een aantal. En voor mij een heel nieuw product. Nou, dan wil ik ze goed gaan uittesten. Nou, natuurlijk begin ik dan met een kleurkaartje te maken. Dat ik ongeveer weet hoe de kleuren eruit komen te zien. Maar ik weet dan ook gelijk al een beetje hoe het werkt. En van daaruit ga ik verder. Ik ga verder met mijn ontdekkingstocht. En ik ga voor allerlei verschillende dingetjes proberen. Nou, ik heb hier al een aantal dingetjes geprobeerd. En dat wil ik jullie laten zien. Ik heb hier gewerkt op het Florence papier, dat is aquarelpapier. En daar ben ik eens verschillende dingen op gaan uittesten. Nou, ik heb wat Posca met de potlood wat hier afgegeven. Dat heb ik vermengd met water. Nou, datzelfde heb ik gedaan, maar dan heb ik de blenderpen van de zig gebruikt. Van, nou, hoe reageert het dan? Vervolgens heb ik Posca gebruikt en ik heb geurloze terpentine gebruikt met een Doucelaar, dat zijn deze flesjes geurloze terpentine. Kun je voor allerlei merken kopen. En dat ben ik eens uit gaan proberen. Hoe reageert het potlood daarop?
Nou, vervolgens dacht ik van, ik vond het nog niet mooi uitwrijven. Nou, toen ben ik eens gaan kijken. Ik denk, ik pak er eens olijfolie bij. Nou, dus heb ik Posca, olijfolie en een douchelaar. En toen ben ik het daarop gaan proberen. Nou, en toen zag je al gelijk dat het veel mooier uitvaagde. Nou, dit zijn al zo vier manieren die ik dan uitprobeer. En kijk of het mooi wordt. Nou, natuurlijk ga ik ook stempelen. En dan ga ik de stempels inkleuren. Nou, deze tul heb ik ingekleurd met de Posca-markers. Maar toen ben ik gelijk eens gaan denken, hoe deed ik dat vroeger? Vroeger had ik de Sigmarkers nog niet. Ik kleurde veel met mijn Copicmarkers. Maar ik kleurde ook veel met gewone kleurpotlood. En je had die hele dure potloden van De Rent had je. En je hebt ook de Polychromos kleurpotloden. Er zijn heel veel daarna verschillende soorten potloden op de markt gekomen. Waar je gewoon heel mooi mee kunt kleuren. En, maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Want ik kwam dus die Sigmarkers tegen. En daar ben ik gewoon verder in ingegaan met het kleuren. Dat beviel gewoon goed. Dus ik ben daar eigenlijk niet meer verder gegaan. Maar ik heb dus mijn doos met kleurpotloden erbij gepakt. Ik heb gewoon een grote doos kleurpotloden van de Bruinzeel. En dus niks geen dure kleurpotloden gewoon. Dit zijn wel wat duurdere kleurpotloden als die van de Action bijvoorbeeld. Of van de Hema. Maar ja, echt super duur zijn ze niet. Als je dat vergelijkt met van een Faber-Castell bijvoorbeeld. Ja, die zijn gewoon veel duurder. Dat kun je gewoon ook niet vergelijken. Er zijn ook hele andere potloden. Dit zijn gewone huistuin- en keukenpotloden. En die ben ik eens gaan gebruiken om ja, eigenlijk misschien een beetje appels met peren te vergelijken. Maar die ben ik eens gaan gebruiken. En dan heb ik deze twee tulpjes mee ingekleurd. En want wat heb ik gedaan? Ik merkte dus dat de potloden niet echt mooi reageerden op dit aquarelpapier. Nu heb ik het ook geprobeerd op bristolpapier. Bristolpapier is veel gladder, dus daar ging het al veel beter op. En, maar ik wilde het ook op andere soorten papier gaan gebruiken. En ook dus gaan uittesten. Nou, dit heb ik met de gewone kleurpotlood gedaan. En die heb ik dus gedoezeld met die geurloze terpentine. En een oude douchelaar. Dit zijn hele oude nog. Die heb ik ooit nog verkocht in mijn webwinkel vroeger. Had ik nog bewaard. En die heb ik er maar eens bij gepakt. Die heb ik ook gebruikt voor de Posca pencils. Ik heb ze gebruikt voor de gewone Bruinzeel potloden. Om daarmee alles een beetje te gaan doezelen. Dus het gaan uitvegen van het potlood. Nou, ik zal het van wat dichterbij laten zien. Dus de bovenste heb ik gekleurd met de Posca. En deze heb ik gekleurd met de gewone Bruinzeel potloden. Nou, je ziet zo op het oog weinig verschil. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, de Posca die kleurde veel fijner. Het is een hele zachte potlood waar je gewoon heerlijk mee kunt kleuren. En als je het daarna gedoezeld hebt met geurloze terpentine, ja, dat gaat eigenlijk perfect. En dan zie je gewoon weinig verschil. Maar het kleuren, daar zit dus wel degelijk verschil in. En ik kan het dus niet echt gaan vergelijken met een Polychromos. Maar ik vind de Posca pencils vind ik gewoon heel fijn kleuren. Ze zijn een beetje vettig eigenlijk. En daar kom ik gelijk op wat ik nu nog straks wil gaan uitproberen. Ik heb even een kaartjes bestempeld op twee verschillende soorten papier. Ik ga ze straks beide uitproberen. Ik heb een stempel gebruikt van Viva. En dan zul je denken, maar dat zijn toch A5 stempels? Dat klopt. Maar ik heb het voorbeeld, dus de afbeelding van de stempel, heb ik doormidden geknipt. Ik heb, er zaten twee gedeeltes op een A5 formaat. Ik heb er dus twee keer een A6 formaat van gemaakt. En deze stempel gebruik ik heel veel. De stempel die daar ook bij op zat, die gebruik ik eigenlijk bijna niet. Dus vandaar dat ik ze nou in twee setjes heb gedaan, dat ik ze, deze er gemakkelijker bij kan pakken. Ik heb dit gestempeld. Ik heb dit gestempeld met
Archival inkt. Maar ja, gebruik gewoon de inkt die jij hebt. Ga het daar in eerste instantie mee proberen. Gaat het vlekken? Nou ja, dan weet je gewoon dat die inkt niet geschikt is. En ik heb ook nog niet alle soorten inkt uitgeprobeerd. Maar ik weet, de Archival gaat in ieder geval niet vlekken. Archival inkt gebruik ik ook voor mijn alcohol inkt projecten. Daar stempel ik dan mee. En ik merk gewoon dat Archival inkt een hele mooie scherpe afbeelding geeft op alcohol inkt. En ja, dat het gewoon heel mooi opdroogt en mooi zwart blijft. Dus vandaar dat ik de Archival inkt heb. Ik gebruik het niet veel, meestal voor mijn alcohol inkt projecten. Maar ja, af en toe pak ik het er gewoon even bij om toch even te kijken of het misschien een verschil maakt. Nou, je ziet al wel, ik heb beide gestempeld met de Archival. Het geeft een hele mooie, scherpe afdruk. Nou, het papier wat ik heb gebruikt, dat zijn de correspondentiekaartjes van de HEMA. Deze gebruik ik altijd om met mijn Copic markers op te kleuren. Dit vind ik heel fijn papier voor de Copic markers. Tuurlijk heb je daar echt papier voor. Heb ik ook wel eens gebruikt. Maar als ik kaartjes wil maken met mijn Copic markers, ik wil samples inkleuren, dan ja, vind ik het eigenlijk ook prima om op correspondentiekaartjes van de HEMA te werken. Dus die heb ik gebruikt om op te stempelen. Dat is deze witte. En deze heb ik dus gestempeld op het Florens aquarelpapier. Dus dat zijn de twee papiersoorten die ik heb gebruikt. Nou, dan leg ik dit eventjes aan de kant. Ik wil namelijk eerst nog wat gaan uitproberen. Ik heb nog niet geprobeerd hoe de Posca-marker gaat reageren op mijn correspondentiekaartje van de HEMA. Dus ik pak er even eentje uit. En ik ga eigenlijk hetzelfde doen als wat ik hier heb gedaan. Dus ik pak een potlood. Ik zoek een mooie uit. In dit geval is dit de rode, nummer 15. Ik ga kleurpotlood afgeven. Nou, als je verder niets doet. Je geeft alleen kleur af aan je kaartje. En ik zal het van wat dichterbij proberen te laten zien. Je ziet de structuur van het papier. Nou kan dat heel mooi zijn. Maar ik wil dat in dit geval niet. Dus wat ga ik doen? Ik wil dat gaan vervagen. Nou ga ik dat toch eerst proberen met water. Ik heb hier een penseel, een waterpenseel. Ik gebruik het eigenlijk niet veel. Het liefste werk ik met een gewoon penseel en een klein beetje water. Maar ik heb hier toevallig mijn waterpenseel bij de hand. En ik ga proberen om dit te vervagen. Nou, je ziet eigenlijk al, het lukt niet echt. Het gaat niet echt vervagen. Dus de Posca-pencil reageert niet echt op water. Nou, dan ga ik hetzelfde nog een keer doen. Dus ik ga weer een klein beetje kleur afgeven. Ik pak nu de blenderpen van de Zig. Er zijn ook van andere merken blenderpennen te koop. Ik heb de blenderpen van de Zig. Nou, die ga ik gebruiken. En dan ga ik eigenlijk hetzelfde weer doen. Nou, ik zie dat het iets meer reageert, maar het doet nog niet echt wat ik ermee wil bereiken. Ik zal het even van dichterbij laten zien, dan kunnen jullie het zien. Het doet nog niet echt wat ik er eigenlijk mee wil doen. Nou, dan ga ik weer verder. Ik ga nog een klein beetje kleur afgeven. Nou pak ik een doezelaar. Ik heb deze al gebruikt. Er zit nog een klein beetje rood aan. In dit geval niet zo erg. Ik neem wat van die terpentine op. Ik laat het gewoon eventjes een beetje volzuigen. Het zuigt nu helemaal verder in.
Hiermee moet je niet te nat werken. Dus deze is helemaal droog geweest. Dus deze zuigt gewoon al die terpentine zuigt die gewoon op. Dus als je dit even voelt, het voelt niet te nat aan. Nou, en nu ga je hetzelfde doen. Nou, en dan zie je eigenlijk al dat het gelijk al heel anders gaat reageren. Je kunt het nu veel meer gaan vervagen, dat je er dus een mooi egaal laagje van maakt. Maar echt uitvegen, zoals je dat met een akkermarker bijvoorbeeld kunt doen, dat kan ik nog niet doen. Ik zie dat nog niet gebeuren. Ik zal hem even weer van dichterbij laten zien. Je ziet nu echt al verschil in het rode. Het is al veel gladder. Nou, ik heb voor deze olijfolie gebruikt, maar ik zit nu boven. Toen ik dit uit heb geprobeerd, zat ik beneden in de woonkamer en toen heb ik uit de keuken even een beetje olijfolie gepakt. Ik heb hier geen olijfolie staan, maar ik heb hier wel babyolie staan. Dus ik ga nu proberen of ik het ook kan met babyolie. Nou heb ik van die kleine cupjes. Ja, die gebruik ik eigenlijk overal voor. Ik doe gewoon een paar druppeltjes van die olie hierin. Ik pak even een andere douchelaar. Ik ga even weer kleur afgeven met het potlood. Ik pak nu de rode douchelaar. Ik doe er een klein beetje van die babyolie aan. Ik laat het even weer een beetje intrekken. En ik ga hetzelfde weer doen. Ik zie gelijk dat het alweer reageert. Ik probeer het te vervagen. Nou, en ik zie gewoon met de babyolie. Het vervagen lukt nog niet echt. Als ik dit vergelijk met de olijfolie, dan zie je gewoon de olijfolie is veel meer vervaagd dan de babyolie. Nou, dit zijn leuke dingen. Hiermee kun je dus allerlei dingen uittesten. Je kunt het product uitproberen zonder dat je daar gelijk een project van maakt. En dit heb ik nodig om zo te leren omgaan met het product. Dus ik weet nu met welke materialen het product reageert. Dus met water, hoe het dan reageert. Ik heb het geprobeerd met een blenderpen. Ik heb geprobeerd met terpentine. En ik heb het geprobeerd met olijfolie en babyolie. Nou, dat zijn allemaal al verschillende dingen waarmee je het hebt uitgetest. Nou, nu weet ik al hoe ik het beste kan doen. En hier ga ik verder ook gebruik van maken. Ik ga deze stempels dus nu ook inkleuren. Ik ga het op beide papier doen en doordat je dat op verschillende soorten papier doet, merk je gelijk al het verschil. En ja, zo ontdek je eigenlijk het papier waarop jij gewoon het fijnste kunt werken met dit product. En nu kun je natuurlijk nog veel meer gaan doen met die Posca pencils en dat moet ik ook allemaal nog gaan ontdekken. Ik wil dit ook nog gaan gebruiken in mijn art journals en ja... Ik weet nu een beetje wat mijn product doet. Ik weet waarop het reageert. En, ja, en nu is het gewoon een kwestie van verder uit gaan proberen, uit gaan testen. En ja, dan kun je daar op een gegeven moment kun je daar je eigen draai aan gaan geven. En kun je zelf leuke dingen gaan doen met iets nieuws. Dus alle nieuwe producten die ik krijg, daar ga ik op deze manier mee spelen. Dus ik ga eens kijken met... Waar reageert het op? Hoe reageert het dan? Ik ga verschillende soorten papier gebruiken. En niet zozeer om er iets van te maken, maar gewoon om er een beetje mee te gaan spelen en te ontdekken hoe het product werkt. Nou, nu heb ik dit met de Posca pencils gedaan, maar ja, dat doe ik gewoon met echt alles. Dus ook met verf, met de shimmerpoeders, nou ja, de glacier paste. Alle producten die ik altijd gebruik, heb ik allemaal op deze manier uitgetest. Dus gewoon heel ongedwongen spelen met
het materiaal. Gewoon om te ontdekken, wat doet het, hoe reageert het? En uiteindelijk krijg je daar vanzelf idee van, nou, wat kan ik er allemaal mee? En wat ik nu ga laten zien, ja, dat is maar één ding wat je ermee kan. En je gaat de pencils ook vast nog wel tegenkomen in andere video's. Ik wil ze nog veel meer gaan uittesten. Ik vind ze ontzettend gaaf. Ze kleuren heel fijn. Maar ja, of het echt mijn favoriet gaat worden, ik weet het niet. Ik ben toch meer van, als ik stempels ga inkleuren, dan grijp ik toch liever naar mijn zichtmarkers. Vind ik toch wat fijner. Dus voor het inkleuren van stempels weet ik niet of ik daar de potlood voor zou gebruiken. Ik vond het heel leuk om even weer met het gewone kleurpotlood te werken. Had ik heel lang niet gedaan. Dus het was even weer leuk om te doen. Maar ja, het inkleuren van stempels, ja, in mijn beleving, maar nou ben ik ook niet echt een potlood fan. In mijn beleving kan ik dat net zo goed met de potloden van de Bruinzeel als de dure potloden van de Posca. Dus voor het inkleuren van stempels, ik weet het niet. Maar ik vind ze wel mooi genoeg om daar nog verder mee op ontdekking te gaan. En ze nog verder te gaan gebruiken in andere projecten. Om gewoon eens te kijken wat ze daar dan gaan doen. Je zult ze dus vast nog wel tegen gaan komen in een of andere video. Ik ga nu lekker even kleuren. Ik ga dit buiten camera doen. Ik ga dit niet doen waar jullie bij zijn. Willen jullie wel een keer een video zien waarin ik laat zien hoe ik kleur? Zeg het mij dan. Dan maak ik daar een video over. En wil je zien met de aquamarkers? Wil je zien met de Copic markers? Ik wil het jullie gerust laten zien. Laat het mij dan even weten. Dan ga ik nog eens zo'n video een keertje maken voor jullie. Dit was het voor nu. Mijn zoektocht, een nieuw materiaal, hoe ga ik daarmee om en hoe ga ik op ontdekkingstocht. En ik hoop dat jullie hier inspiratie uit kunnen halen. Dat jullie nu ook weten hoe je op ontdekking kunt gaan en hoe je dingen kunt uitproberen om wat zekerder te worden met iets en waar je gewoon nog niet zoveel mee hebt gewerkt. Of wat zelfs helemaal nieuw voor jou is. Dit was het. Vind je dit een leuke video? Geef eens een duimpje omhoog. En heb je je nog niet geabonneerd op mijn videokanaal? Doe dat vooral. Je mist zo geen enkele video meer. En klik je op het belletje, krijg je gelijk een melding zodra er weer een nieuwe online komt. En heb je vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen? Zet ze er ook in. Ik lees het allemaal. Ik reageer overal op. En dit was het voor deze keer. Ik ga lekker verder. En ik hoop jullie zo snel mogelijk terug te zien bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel.